Er is heel wat afgeknald bij biddinghuizen in de Flevopolder toen de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie daar een internationale wedstrijd kleiduivenschieten organiseerde. De beste schutters van Nederland ontmoeten hier onder andere de huidige wereldkampioen in deze sport, de Rus Tsuranov. De kleiduif is een schoteltje van 11 centimeter doorsnee dat zo'n 30 cent kost. Hij wordt afgevuurd vanuit een hok door een intelligent geconstrueerde machine. En de schutter moet snel reagerend proberen het ding met een schot hagel stuk te schieten. Soms worden er van twee kanten tegelijk kleiduiven gelost. Beste Nederlander was Jan Dasselaar. Iedere deelnemer schiet 8 series van elk 25 schoten. Winnaar werd de Oost-Duitse Reschke. Van de 200 kleiduiven raakte hij er 198.